Na 3 jaren van 4 neurologische missies uit Nederland zijn partijen het erover eens dat er meer structuur moet komen, zegt Wilco Peul. Hij is professor in de neurologie. In het AZP is er deze week een neurologische missie gaande en dus komt er een ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het AZP, het Haaglanden Medisch Centrum uit Den Haag en het Leids Universiteit Medisch Centrum. Zodat wij voor de toekomst echt structureel elkaar helpen en samenwerken. En dat is eigenlijk een heel positief nieuws. Dat waren we eigenlijk een beetje vergeten op de helft. Dus dat is denk ik wel belangrijk. En voor hoe lang zal zo'n samenwerkingsovereenkomst getekend worden? Ja, voor onbepaalde tijd. Na 5 jaar gaan we evalueren dat het allemaal goed gaat. Maar voor onbepaalde tijd ook omdat we mensen moeten trainen die de neurochirurgie uitvoeren. En dan niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen. Dat zijn de artsen, verpleegkundigen, operatiekamerpersoneel. We hebben hier ook een operatie-instrumenterende uit Nederland meegenomen, uit Den Haag, die het OK-personeel ook betreft. Dus dat je de hele keten doet. Met de samenwerkingsovereenkomst zullen in het AZP dezelfde schroeven en platen worden gebruikt als bij de operaties in Nederland en zullen Surinaamse specialisten worden getraind. Neurochirurg Rishi Nandu van Haaglanden Medisch Centrum merkte op dat de Surinaamse chirurgen goede kwaliteiten hebben. Echter is er een gebrek aan apparatuur en materiaal. We hebben gisteren besproken dat we dat contract ook verlengen naar Suriname toe. Zodat mensen, zoals die van een dak vallen of uit een boom, hè, want dat gebeurt hier ook regelmatig, dat die ook gelijk gefixeerd kunnen worden. Dus behalve de training van de chirurgen, dat ze dat zelf kunnen doen. En dat heb ik deze week gezien dat het gewoon kan. We hebben net ook een fixatie gedaan die helemaal goed ging. Maar dan met de materialen die wij ook gewend zijn te gebruiken. Alleen de prijzen die in Zuid-Amerika gevraagd worden, die zijn vele malen hoger, gek genoeg, dan wat we in Nederland betalen. Dus dat contract, dat is het eerst van de tijd, een van de belangrijkste punten van aandacht, dat we daar ook korting krijgen op de implantaten en dat de implantaten hier ook in het ziekenhuis aanwezig zijn. En dat lijkt er nu op dat dat gelukt is. Wat we missen zijn die implantaten en instrumentaria, microscopen, navigatie, allerlei instrumenten en apparaten die we in de neurochirurgie gebruiken. En we proberen met elkaar er dus een oplossing voor te vinden dat we die ook in Suriname kunnen hebben. Neurochirurg Rishi Nandu Tewari hoopt dat met deze samenwerking snel grote stappen vooruitgezet kunnen worden in de zorgverlening. De neurochirurgische missie wordt dit weekend afgesloten.